Merry Christmas! Nieuwe week, nieuw eten met Nick. En vandaag kerstless Christmas. Want het is nog een weekje en dan is het kerst. En ik ga jou vandaag laten zien wat jij met de kerst moet gaan maken. Vandaag maken we een pronkstuk voor op tafel. Als dit gerecht op tafel komt, denkt iedereen, holy shit, what the fuck, ik wil dit in mijn gezichtje duwen. En dat is een rib roast. Oef, kijk dan. Dit is een bonkje vlees. Het heet een rib roast, want er zitten ribben aan. Het komt van de rib en dit gaan we roosten in de oven. Rib roast. Dit stukje vlees wordt ook wel eens côte bœuf genoemd. Dit is een côte bœuf. Dit is een dubbele côte bœuf. Kijk, 1, 2. En heel veel mensen zijn best wel geïntimideerd door een heel groot stuk vlees. En vandaag ga ik je helpen om niet geïntimideerd te zijn door een groot stuk vlees. Want ik ga je helemaal uitleggen hoe je dit stukje fucking lekker kan gaan maken. Krijg ik kriebels van dit ding. Een ribroost gaan we maken vandaag. Maar is dat dan alles wat ik ga maken vandaag? Nee, natuurlijk niet. Een aardappel. En van deze aardappel gaan we Hasselbak aardappels maken. Geroosterde babyworteltjes. Alle onderdelen van dit gerechtje kan je gewoon allemaal apart maken. Maar je kan je ook samen maken. En vandaag ga ik jou laten zien hoe de fuck je dat moet doen. En ik denk dat ik vandaag een tweede oven nodig heb. Kijk dan. Mijn oude oventje heb ik niet weggegooid. Zo. Kan hier prima. Doet hij het? Jazeker. En hier gaan we straks aardappelen en wortelen in maken. We gaan de basis klaarmaken voor onze rib roast. Wat gaan we doen? Je hebt hier twee uien. En die snij je in vieren. Hup, ook één, ook één. Dit is het bedje voor je vlees. Hier zit straks allemaal smaken in. En boter en vet wat uit vlees komt. En daar gaan we straks ook ons sausje voor maken. Dan heb je hier twee bollen knoflook. En die snij je gewoon zo, pak je beet, door de midden. Die leg je ook gewoon zo. 7 of 8 takken tijm. Die pleur je gewoon zo erbij. Fuck, geen rozemarijn. Oh, rozemarijn. Ook rozemarijn. Die heb ik in mijn tuin. Kijk dan. Rozemarijn. Zo. Uit mijn tuintje. 5 takken of zo. Je oven even voorverwarmen op 230 graden. We gaan onze rib roast straks insmeren met een lekker kruidenbotertje. En dat doen we zodat de smaken in het vlees trekken. En als ons vlees dan in de oven zit en alle boter is een beetje gesmolten, gaan we hem beesten. B-A-S-T-E-N. En in het Nederlands heet dat bedruipen. Fucking sexy woord ook, bedruipen. Elke half uur ga je je vlees uit de oven halen, pak je een lepel en ga je je vlees bedruipen. 230 gram boter. 2 theelepels zout bij. 1, 2. Heb je hier 5 teentjes knoflook? 1, 2, 3, 4. Heb je nummertje 5. 1 theelepeltje peper doe je erbij. Ongeveer 2 theelepels verse tijm. En die doe je zo bij je boter. Rozemarijn. En doe je zo 2 theelepels rozemarijn gehakt. Pak een vork. Heel boter door elkaar heen prakken. Helemaal gemengd met elkaar. En wat je wil hebben en zeker niet weg wil halen is dit. De fat cap. Dit stukje vet. Dit stukje vet wat hierop staat, dit geeft smaak af. We gaan hem straks zo in de oven zetten met de vette kant boven. Dat betekent dat het vet wat hier wegsmelt, trekt door je vlees heen. En al die smaken van het vet gaat in je vlees zitten. Dus je krijgt straks een heel mals en sappig stukje vlees. Het enige wat verkeerd kan gaan met dit stukje vlees is dat het te gaar wordt. Maar daar komt dit bij kijken. Dit dingetje. Dit is een vleesthermometer. Die steken we straks in het vlees en dan kunnen we de interne temperatuur van ons stukje vlees kunnen we helemaal checken. De kerntemperatuur van dit stukje vlees moet precies goed zijn, want dan krijg je dat hele mooie roze rosé vleesbinnenkantje wat iedereen altijd in een restaurant hebt. Als de interne temperatuur 45 tot 48 graden is, haal je hem uit de oven. Dan dek je hem heel lichtjes af. In folie, laat je hem gewoon ongeveer 15 minuten, 20 minuten staan. Dan gaat de temperatuur in het stukje vlees gaat omhoog. Komt omdat de sappen in het vlees gaan zich helemaal concentreren in het midden, omdat hij aan het bakken is. En op het moment dat je hem laat rusten buiten de oven, heeft het vlees de tijd om alle sappen weer terug te verdelen over heel het stukje vlees. En hij is helemaal klaar als de interne temperatuur bij het rusten tussen de 50 en 52 graden is. Heel belangrijk, dit moet je niet op gevoel doen. Doe dit alsjeblieft. Met een interne temperatuurmeter. Misschien wel een van de belangrijkste dingen die je vandaag nodig hebt. Smeert wat boter erop, nog een kwassie. Alle kanten smeer je gewoon in met wat boter. Je legt de botkant op je bedje van uien en knoflook. Al het boter wat je nog hebt, smeer je gewoon zo. En hier zo is heel je stukje vlees helemaal ingesmeerd en beboterd. En we beginnen op 230 graden voor 20 minuutjes.
Dan wordt hij al een beetje bruin aan de buitenkant. Daarna gaan we gewoon heel low en slow. Op 120 graden gaan we hem heel langzaam gaan we hem verder garen. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we hier zo de temperatuurmeter. Deze moet je nou in je vlees steken. En we douwen hem gewoon zo in het stukje vlees. Zo zit hij denk ik in de midden. Intern is die 11. De target wat ik wil hebben is 45. En de omgeving is 30 graden. Overtje is 230 graden. En die gaat nu voor 20 minuutjes in de oven. Kijk. Meanwhile. 700 gram babyworteltjes. Flikker je allemaal gewoon zo in een bakkie. Maple syrup. 1, 2 en een half. Een halve theelepel zout erbij. Een halve theelepel peper flikker je erbij. 60 milliliter olijfolie. Balsamico azijn, ook 60 milliliter. En die pleur je ook gewoon erbij. Korean pepper flakes. Pak je ongeveer 1 theelepeltje Korean pepper flakes. En die doe je zo over je worteltjes heen. Alle smaakjes en alles meng je gewoon zo door elkaar. Die gaan we straks in de oven doen samen met onze Hasselbak aardappelletjes. Je pakt gewoon 2 houten lepels. Plat op je werkbank. Dan heb je hier een aardappel. Leg je ertussen. En dan pak je een heel scherp mesje. En dan ga je alvast zo snijden. En dan probeer je niet helemaal door te snijden. Maar snij tot de houten ding. Zorg dat er ongeveer iets minder dan een halve centimeter tussen alle plakjes zitten. Kijk, en dan krijg je uiteindelijk dit. Allemaal sneetjes. En in de oven gaan ze straks heel mooi openstaan. En dan krijg je gewoon fucking mooi aardappeltje. 1, 2, 3, 4 eetlepels olijfolie in een bakkie. 3 schoongemaakte knoflookjes. Ga je gewoon persen. Meng je allemaal lekker door elkaar. Stukje bakpapier. En die leg je zo op een bakplaat. Hier zo heb je je Hasselbak aardappeltjes. En die leg je zo op je bakplaat neer. Je mengsel met knoflook en met olijfolie. En die gaan we een klein beetje eroverheen doen. Je gebruikt de helft voor nu. En de andere helft gaan we zo meteen gebruiken. En die doe je gewoon zo over je aardappelen heen. Je beet een klein beetje eroverheen. Smeer het maar gewoon lekker in. Meanwhile. Onze rib roast heeft 20 minuten in de oven gestaan. Ai, ai, ai. En hij heeft al hier en daar een lekker kleurtje gekregen. En je oven ga je nu verlagen naar een temperatuur van 120 graden. En dan wachten we tot de oven op temperatuur is. En dan gooien we het stuk vlees gewoon weer terug in de oven. 1 minute 37 seconds later. Doe je hem open. Pak je zo je vleesie. En dan pak je heel de tering zo. Doe hem dicht. Later. Eerste half uurtje is voorbij. Kijk, huppatee. Plezier vlees. Oh my god. Deze gewoon lekker dicht. Pak een lepel. Kantelt de bak een klein beetje. Klein beetje van het olie en vet uit. En gooit het zo over je vlees heen. Gooit het over je vlees heen. En doe je vleesie terug in de oven. Huppatee. Volgende half uurtje doen we precies hetzelfde. En dan ga je de oven even voorverwarmen op 200 graden. Pak je aardappelen beet en die doe je in je oven. Gewoon zo. Huppatee. Half uurtje wachten. One eternity later. Aardappeltjes zijn voor de eerste keer helemaal klaar. Kijk, zie je al. Zie je al een beetje dat ze open gaan staan? Je wortelen, en die moeten ook nog een half uurtje. Leg je gewoon erbij. Hier nog een beetje van je olijfolie over je aardappeltjes heen. En dan pak je nu heel de tering zo je beet. En die doe je gewoon weer in de oven. 200 graden. Nog een half uurtje. A few minutes later. Oh my god. Een beetje boter eroverheen. En doe je hem zo in de oven. Bam. Wachten tot hij de juiste kerntemperatuur heeft bereikt. En dan kunnen we lekker snijden. Soon after. Ons vleesie heeft een kerntemperatuur van 45. 45. Hij is klaar. Oh my god. Kijk dan. Huppatee. Hij heeft een kerntemperatuur van 45 graden. En we willen dat de kerntemperatuur tussen de 50 en 52 graden ingaat. Dan is die perfect. En dat gaan we doen door hem heel losjes in te pakken in aluminiumfolie. 1, 2, huppatee. Dit is een lekker vleesje voor de kerst. Niet strak. Heel losjes. Dit laat je nu gewoon een minuutje of 20, misschien 25, laat je maar verrusten. Totdat de kerntemperatuur 50, 52 is. En dan is je vleesje helemaal klaar. En hier hebben we onze Hasselbak aardappelen en onze worteltjes. De oven is helemaal klaar. Waar gaan we die neerzetten? Ergens neerzetten. Oh, heet. Onze Hasselbak aardappeltjes, die zijn onze worteltjes nog niet. 2 eetlepels boter doe je in een pannetje. 1, 2. 1, 2, 3 eetlepels maple syrup. Vuurtje helemaal zacht. En je gooit al je worteltjes in het pannetje met boter en de maple syrup.
Laat je worteltjes maar gewoon een minuutje of vijf. Gewoon heel zachtjes lekker een beetje op het vuur te staan. Kijk, ik heb hier roomkaas. 1, 2, 3, 4. 60 milliliter heet water. En dat gooi je bij je roomkaas. En de roomkaas een beetje mengen met je hete water. Die roomkaas is gewoon een beetje vloeibaar geworden. En dat gooien we straks zo over onze hasselbak aardappel heen. Doen we nog een beetje gedroogde uitjes. Maken we nog een soort kruidenmengseltje. 1 theelepel knoflookpoeder. 1 theelepel uienpoeder. En een halve theelepel zout. Een beetje door elkaar heen. Dit pak je straks beet en dan doe je zo'n snufje over je aardappel heen. In die ovenschaal waar we al ons vlees hebben gemaakt. Kijk, fucking lekkere smaakjes. Dat doen we even in een sauspan. Pakken we het pannetje. Zetten we op een hoog vuurtje. Heb je hier 350 ml runderbouillon. En dat gooi je zo in de pan erbij. 500 ml rode wijn. En pleur dat gewoon zo in de pan erbij. Dus voor de helft in laten koken. Saus is lekker aan het inkoken. Dat gaan we zo binden met maizena. Vlees gaan we zo aansnijden. De aardappels zijn warm. De wortelen zijn warm. Man, dit wordt een fantastische kerst. Je sausie is lekker ingekookt. Kijk, tot de helft. Maizena. En heb je 1 schep maizena gedaan en 2 scheppen met een beetje water. En daarmee bind je een klein beetje de kook eroverheen. Gewoon alle maizena pleur erbij. En dan zie je dat die vanzelf dikker wordt. Haal hem van het vuur. Ander pannetje met een dingetje. Zeef. En dan ga je je saus door. Auw, ik krijg de tyfus, dat was heet. Alles wat in het pan zit, gooi je in de bol zeef. En dan ga je met je lepel. Al die smaken druk je allemaal zo in je sausie. Heel langzaam gaat hij richting de 50. En als hij tussen de 50 en 52 is, ongeveer, dan is hij klaar. Kijk, 50. Oeh, daar ging hij eventjes. Zeg je het? Oeh, 50. Hij is 50. Oeh, nee. Het stuk vlees wat ik heb is ongeveer 4 kilo bij elkaar. Daar kan je ongeveer met z'n achten van eten. En dat heeft ongeveer 2 uur en 3 kwartier geduurd voordat hij klaar is. Ben je nou met z'n viertjes, ben je nou met z'n zessen, dan kan je zelfs gewoon de helft daarvan nemen. 2,5 kilo met 1 bot eraan. En doe gewoon precies hetzelfde wat ik deed. Gewoon een kerntemperatuurmeter, bam, zo in het midden. En zorg dat hij 45 graden wordt. 51 graden, hij is perfect. Je folie weg. Dit is een beetje sexy. Je meter heb je niet meer nodig. Hij is, als het goed is, is hij nu helemaal perfect. Dus je meter haal je er ook uit. En nu het momentje van de waarheid. Kijken of die mooi rosé is aan de binnenkant. Ja hoor, kijk dit. Dit is hoe een rib roast hoort te zijn. Je kan dit stukje gewoon zo serveren aan tafel. En dan gaan mensen het zelf snijden. En dan snijden en dan volg je het bot. En wat gaan we doen? Je wilt vlees snijden, maar niet met de vezels mee. Nee, je wilt tegen de vezels insnijden, want dan worden de vezels korter, waardoor het vlees dus malser wordt. Snij je met de vezels mee, dan worden het hele lange vezels en dan krijg je een beetje taaiig. En je snijdt zo door het midden. Hier zie je dus in het stukje vlees dat de vezels, zie je, hij loopt allemaal die kant op. En waar jij voor moet zorgen is dat je dan zo snijdt. Je moet proeven. We gaan een bordje opmaken. Hasselbak, aardappelen. Zo op een bordje. Wat een rotzooi is het hier, zeg. Worteltjes. En dan pakken we gewoon zo wat van onze steak. En die leg je gewoon zo. Cream cheese. En die doe je een klein beetje erop zo. Heel klein beetje van je uienpoeder zoutmengsel over je hasselbak ding heen. Klein beetje gedroogde uitjes. Die flikker je er ook overheen. Een klein beetje bieslook voor een beetje groen. Fleur de sel met een grote kool. En dan strooi je een beetje over je vlees heen. Je sausie. Over je vlees heen. En dit is een lekker kerstmaaltje van mij. Voor jullie. Dames en heren, fijne kerst. Eet smakelijk. Stukje vlees en je snijdt er zo doorheen, hè. Oh my god. Het smelt gewoon bijna op de tong. Snijd er gewoon zo makkelijk doorheen. Huppatee. Rood wijnsausje is ook echt te gek. Onze hasselbek aardappel, kijk dan. Geroosterd in de oven. En we hebben ze nog een klein beetje laten zwemmen in een beetje maplesirup en een beetje boter. Ja, oh my god, dit is niet normaal. Dit stuk vlees is te gek. Rib roast. Oh, als jij nou iets op tafel wil zetten met kerst, waar iedereen van denkt, holy shit, what the fuck is dit? Dit ziet er fantastisch uit. Maak een rib roast. Waarschijnlijk ben je iets meer geld kwijt bij de slager als je een rib roast haalt. Côte de bœuf. Maar geloof me, het is het meer dan fucking waard. Dit stukje vlees. Super mals, super lekker. Kijk hoe mooi van kleur. Dit is dan niet normaal.
Dit was Eten met Nick voor deze week. Maak dit met kerst. Dit is fantastisch. Heel veel plezier met kerst. Fijne kerstdagen. En heb je nog geen cadeautje voor de kerst? Koop mijn boek. Het is echt een goed boek. We hebben nog één filmpje voordat het oud en nieuw is. En zie je dan. Lekker eten maken voor je zieltje. Lekker man.